welkom. Dit is Dutch Dragon. Dit is geen nieuwe campagne Hearts of Iron 4. Dit is vooral een filmpje om jou te bedanken. Jij, de kijker, de abonnee, de volger van Dutch Dragon 85. We zijn inmiddels een jaar bezig. Een jaar geleden begon ik eigenlijk als een hele simpele geschiedenisleraar die dacht... Ik ben gek op gamen. Ik hou van geschiedenis. Kan ik dat niet combineren? En ik moet zeggen, dat is eigenlijk heel goed gelukt. Ik ben geschiedenisgames gaan spelen... Waarvan ik soms kleine screenshots bijvoorbeeld in mijn lessen laat zien. Bijvoorbeeld hier Hearts of Iron. Ja, levert gewoon een fantastische kaart van Europa op. En laat bijvoorbeeld ook heel goed zien hoe de oorlog verloopt. En later dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel gewoon leuk om dit online te zetten. En dan is YouTube natuurlijk het medium. En jij hebt dat op de een of andere manier gevonden. En bent dat gaan volgen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Deze week hebben we de 250ste volger mogen verwelkomen. Wij zijn dus een kanaal met 250 abonnees. En voor een hele simpele amateur die met hele beperkte middelen die filmpjes maakt, vind ik dat eigenlijk wel heel gaaf. En het leukste is eigenlijk gewoon dat jullie ook een hele fanatieke groep volgers zijn. Met feedback, met tips, met ideeën. En dat maakt het kanaal voor mij ja gewoon een hele leuke hobby. Het blijft ook een hobby. Het wordt absoluut geen fulltime baan. Dus de mensen die me vragen... Goh, kun je niet 4 filmpjes per dag maken van een half uur? Ja, ik zou niks liever willen. Maar ja, zoals gezegd... Ik ben geen groot YouTube kanaal met miljoenen volgelingen... die er echt een boterham aan verdient. Dus ja, die ruimte is er niet. Maar ik vind het natuurlijk wel super tof dat jullie het vragen. Zoals gezegd, we zijn een simpel kanaaltje... Ik neem bijvoorbeeld op met OBS, dat zie je nu in beeld. Het is gewoon een gratis programmaatje. En vervolgens ga ik gewoon naar de Windows Movie Maker. Ik heb het bekendere intro filmpje. Vervolgens een plaatje wat ik maak in Paint, jullie wel bekend. Met een soort achtergrondje met het nummer van de aflevering. En vervolgens gewoon dat wat ik speel. En vervolgens sluiten we dat natuurlijk weer af. En dat is het. Geen superdure microfoon of facecam waarbij het allemaal nog net iets mooier is of net professioneler. Nee, helaas. Daarvoor moet je niet bij mij zijn. Er zijn ook mensen die zeggen, goh, maak eens een FIFA filmpje. Nou, nee, helaas. Ik ben niet heel goed in FIFA. Bijvoorbeeld een shooter of een No Man's Sky. Ja, ik heb het geprobeerd. Maar ja, zoals gezegd, mijn computer is niet een mega machine die dat allemaal aan kan. Om het dan ook nog eens allemaal goed op te nemen. Dus ja, ik ben heel bewust van wat ik allemaal wel en niet kan. Maar ja, goed, zolang ik jullie entertain met deze geschiedenisfilmpjes, vind ik het uiteraard ook gewoon helemaal prima. Desondanks. En nee, dit is geen aankondiging dat we ermee stoppen. Desondanks denk ik, ja, nou, ik moet mezelf eigenlijk wel eens een beetje een doel gaan stellen. We zitten nu op 251 abonnees. We hadden 347 kunnen hebben, maar er zijn er ook weer een aantal weg. Nou, prima, hè? Je bent natuurlijk niet verplicht om te blijven. Maar ik heb mezelf nu toch het doel gesteld, wat als we nou richting de 500 gaan? En ik heb bij deze besloten, als ik dat haal, dan ben ik zo blij, dan ga ik gewoon iets geks doen. Dan geef ik gewoon een game weg die ik regelmatig op mijn kanaal speel. Dat kan dus zijn een Hearts of Iron 4, een Europa Universalis, een Crusader Kings, noem het maar op. De 500ste abonnee mag het wat mij betreft tegen die tijd gewoon zeggen. Dus ja, ik wil toch kijken of ik een klein beetje hiermee kan groeien. En misschien net die paar euro ophalen waarmee ik misschien net een iets betere microfoon kan kopen. Misschien toch die simpele facecam of wat dan ook. Ik hoef absoluut geen miljonair te worden. Ik heb het super naar mijn zin als geschiedenisleraar en dat blijf ik ook absoluut doen. Maar ik dacht, ja, hè, een beetje een doel met dit kanaal is inmiddels toch wel leuk. Want het, ja, het is een hobby, maar het is ook wel een serieuze hobby die gewoon 2 uur per dag kost. Dus ja, hè, ik vind altijd als je iets doet, moet je het goed doen. Dus ja, nou ja, als we met kleine middelen net een iets betere microfoon kunnen kopen bijvoorbeeld. Nou, dan is dat voor mij winst. En voor jou misschien ook. Ik had vandaag iemand die geeft me voor het eerst eigenlijk een rapportcijfer. En die zegt bijvoorbeeld, nou, qua entertainmentwaarde 7,5. Nou, top. Hè? Maar denk bijvoorbeeld dus aan een iets betere microfoon. Nou ja, dat is een prima tip. Hè? Er staat nu een heel simpel dingetje aangekoppeld. En dat werkt op zich prima. Maar misschien is er inderdaad wel iets beters voorhanden. Goed, dus ja, dan reken ik op jou, want jij bent een van die mensen die me nu al volgt. Maar jij kent misschien mensen waarvan je zegt, die zijn gek op geschiedenis. Of ja, je vindt het gewoon leuk om te volgen. Geef ze eens een tip, laat eens een keer een filmpje zien of wat dan ook. En wie weet groeien we dan dankzij jou en ben jij straks die 500ste abonnee die de prijs in ontvangst neemt. Tegen die tijd doen we dat gewoon heel simpel. YouTube heeft een optie om gewoon de hele lijst volgelingen in één keer in beeld te brengen.
En dan is het gewoon een random naam en die wint. Dus of je op dat moment nou een daglid bent of lid vanaf 365 dagen geleden, maakt me helemaal niet uit. Ik ben vooral blij dat je kijkt en dat je me volgt. Laat de tips dus vooral binnenstromen, die zijn het meest waardevol. En ik zie je heel graag morgen weer terug bij een nieuw filmpje. Ook bedankt voor het kijken naar deze en heel graag tot de volgende keer.